Hallo dames en heren. Vandaag in het nieuwe jaar is onze 100ste uitzending. Om u gelijk te informeren, dit wordt tevens onze laatste uitzending van Vogelvlucht. Wij dachten, als we stoppen is het bij 100 en dat is nu het geval. We hebben dit programma vanaf het begin Tegelen in Vogelvlucht en daarna alleen Vogelvlucht nu ruim 8 jaar gedaan. Het wordt tijd voor iets anders. Wel willen we u vertellen, we gaan niet weg, maar we gaan ons bezinnen op een nieuw programma. Deze keer hebben wij voor u een compilatie gemaakt van oudere uitzendingen, dit om het geheugen nog wat op te frissen. Wij hopen dan ook dat u sommige onderwerpen zult herkennen. En wensen u veel kijkplezier. En hij heet? Bas. Bas. Hi Bas. Hoi. Het gaat je wel heel erg goed af, hè? Ja, zeker. Je vindt het ook leuk, hè, om te doen? Ja. Maar dit is natuurlijk niet dagelijks werk, want jullie krijgen niet dagelijks die hapjes, neem ik aan. Nee, dit is voor de feestelijke gelegenheid vandaag, hè? Uh-huh. Speciaal lekker hapje voor de bezoekers. En Bas, wat doe jij hier al zoal? Werken. Werken, ja. En wat voor werk doe je? Computer werken. Computer. En dan daar in de keuken. Oké. Okay. En wat doe je dan in de keuken? Behalve dan nu? Ja, soep maken. Soep maken? Mhm. Oké. Okay.
En die eten jullie dan zelf op in de pauze en dat zo? Dat doe ik. Ja? Dat is wel belangrijk natuurlijk. Zeker. En ze vinden jouw soep altijd wel lekker. Mm-hmm. Ja? We staan hier bij een van de begeleidsters van de cliënten. En u bent? Ik ben Anouk. Anouk. Ja. En jij werkt hier ook al vanaf augustus? Ja, ik werk hier vanaf augustus en ik ben de BBL-leerling. Ja, BBL-leerling. Dat zegt als, ons als leek helemaal niets. Wat is BBL? Dat is beroepsbegeleidende leerweg. En dat houdt in dat je 4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat in de week. Oké. Ja. En die 4 dagen doe je hier al? Is dat een soort stage? Of is dat nee, ik ben wel aan het werk als begeleider. Begeleider? Ja. Je bent al officieel begeleider dan? Oké. En hoe lang duurt die opleiding? De opleiding duurt 4 jaar. 4 jaar? Ja. Oké. Ja. En dan, wat kun je dan verder daarmee? Dan, als ik de opleiding afgerond heb, dan ben ik persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Er is een informatiemiddag over de plannen van het nieuwe centrum van Tegelen. Er was een redelijke opkomst van geïnteresseerden. Na jaren gebruik te zijn als ziekenhuis en verzorgingshuis, is nu na een lange tijd de eerste stap gezet van de sloop van onze Martinushof. Velen zijn hier geboren, hebben hier gerevalideerd en zijn ook nog verzorgd. Hiermee is de sloop geopend, maar er komt een heel belangrijk moment. Wie wil met mij op de knop duwen? Er komt dus voorlopig een grote parkeerplaats en daarna komen de winkels. We nemen u mee naar de Doolhof, waar het straattheater weer is neergestreken. Zoals hier een ex met zeepaardjes. Knap om iedere keer weer wat nieuws te verzinnen. Ja, oké. Een beetje droog in de weg. Ja, dan krijg je de helft. Ja, dan moet je je kacheltje mee aanmaken. En je aardappelen zo lang. Nou, hallo mevrouw. Ik wens jullie dan heel veel plezier. We gaan jullie verder niet storen. De mensen op stelten waren er ook weer. Wat erg leuk is dat iedereen enthousiast meedoet. Doeken allerlei acrobatische oefeningen lieten zien.
Dit vergt heel wat training. Natuurlijk was de ganzenman met zijn beesten ook weer van de partij. En daar gaan tegen de.
is de roker nog niet vol. Wel is er een groep van 10 mensen van het Peske en omgeving. 9 dames en 1 heer. Heren, ook voor u is dit goed hoor. Mevrouw Valeria Roban geeft les en houdt alles goed in de gaten. Het lijkt niet zo, maar het zijn best pittige opdrachten. Vooral het in de maat blijven en de coördinatieoefeningen. Zonder duim. Linker. En weg. Linker duim. Rechter pink. En weg. En probeer je vuist niet naar voren draaien, ook niet verplaatsen. Hou vast. Gebogen duim tegen borstbeen. En met eigen tempo goed concentreren. Niet naar anderen kijken. Ook niet kijken dat ik kan dat goed doen. Hakken. Tenen. Hakken. Laatste keer. Tenen. Armen en benen. Maar dan met verschillende opdrachten. Probeer het maar eens. Zo zit het bij thuis. Begin les mooi recht. Met rechterhand naar rechts spittelzakje geven. Met rechterhand pakken. Eens in de 2 jaar hebben alle vrijwilligers de mogelijkheid elkaar nog beter te leren kennen gedurende een bindingsmiddag. Deze keer had de feestcommissie gekozen voor restaurant Maaszicht in Asselt. Een gezellig treffer in het restaurant en onder genot van een kopje koffie en thee met een stukje vlaai kregen we een lezing over het ontstaan van Asselt. Eerst gesticht door de Romeinen en daarna kwamen de Normannen. Daarna nog een rondje rond de kerk. Jammer dat we niet binnen konden kijken. Een deel van het kerkje is nog van Romeinse stenen. Van hieruit heb je ook een mooi uitzicht over de Maasplassen. Leuke doorkijkjes. Nu ben je op zin.
zet je halleluja. Girl, zet je halleluja. Girl, zet je halleluja. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. 7, 6, 4, 4, 3, 2, 1, en... Oh, hopen dat het er niet uit. Kiepen, waar is die bang voor? Ja! Zo, die gewoon richting... Instructie voor de ambtsketen. En de ene kant moet bestaan uit het... gemeentewapen, dus het gemeentewapen van de gemeente Venlo. Ja. En dit is het wapen van het Rijk, Koninkrijk der Nederlanden. En ik kan hier in zo'n klein gaatje een pinnetje drukken, dan draait die medaille binnen die ring, kan ik hem omklappen. En als ik de koning vertegenwoordig, dan moet ik de andere kant voordragen. Als de koning er is, dan moet ik gewoon deze kant dragen. De normale Venlo-kant. Maar als ik hem mag vertegenwoordigen, bij een lintje of bij naturalisaties, dan moet ik de andere kant dragen. Dit is Belfeld. Dit is Blerik met het hert. Of Maasbree, Blerik. Ja. En dit is Arsen en Velden. Dus dat hebben ze allemaal gehad. Nou, zo. Dan heb je nog de dingen waar de burgemeester over gaat. Dit is vlammetjes en wetboekers, openbare orde en recht. Dit zijn de kassen, ook dingen die de tuinders. Dan hebben we hier de mensen, we hebben alles met mensen te maken. Dit is de infrastructuur, de wegen. Dan gaan we een beetje geschiedenis krijgen. Het wapen van Gulik en het wapen van Gelre. Dan hebben we hier nog Europa op de stedenmaagd. Dit is goud, een beetje dat is de zon. 1343. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja. Dat is stadsrechten voor Venlo. Mm-hmm. Dit is een beetje de Januskop. Een man en een vrouw. De keten kan gedragen worden door mannen en vrouwen. De wetenschap. Oh, ja, de muze, de cultuur. De Maas. Mm. En nog een paar grapjes. Het dubbeltje. Ja, echt een oud dubbeltje. Jammertje. Van vroeger, van voor de oorlog. Ja. Dat komt hier omdat... moet er zeker ook nog eentje in. Nou, dat zou kunnen. Maar in de oorlog waren we de ambtsketen kwijt. En na de oorlog hebben ze dubbeltjes ingezameld bij de burgerij. En van die dubbeltjes hebben ze een nieuwe ambtsketen gesmold. Het was niet deze, maar dat was een andere. Ja. En deze ambtsketen is na de herindeling gemaakt in 2000. Na de laatste herindeling met Arsen en Velden, 2010. En daar was de Julian Nellissen mee bezig, met zijn zoon, een soort gezellenopdracht. Hij heeft een grapje gemaakt, want de stedenmaagd hier, die is zwanger, heeft een buikje. Omdat zijn eigen vrouw ook zwanger was. Mag eigenlijk niet, maar dat is ook een grapje. Heeft dat met een gemeentelijke herindeling te maken? Nee. Nou, wat verder in de wet staat, is die medaille moet, hè, met twee kanten. Ene kant gemeente, andere kant het Rijk. Maar dit mag ook een oranje zijden lint zijn. Als je een arme gemeente bent, heb je een... Maar dat zie je bijna nooit. Nee, nooit. Nee. Dus dit is een vrije keuze. Alleen in de wet staat, aan deze kant... Dat moet. Ja. Dus andere gemeenten... Je moet er wel goed aan denken, hè. Dat ja.
tijd zit er weer op. Wij hopen dat de afgelopen uitzending een verrassing voor u is geweest. En hopen dan ook dat u met deze keer met plezier heeft gekeken. Met weemoed nemen wij afscheid van ons programma. Maar het wordt tijd voor iets anders. In welke vorm dan ook. Wij, Tini en ik, willen u hartelijk bedanken voor al die jaren dat u naar ons heeft gekeken. Ook dat u ons heeft gesteund om zo door te blijven gaan. Dus geen vaarwel, dan wel graag een tot ziens. U hoort nog van ons. Voor nu nog een fijne dag. Dag allemaal!